En buitenlijn. Hartelijk welkom bij de opening van het nieuwe stadhuis van de gemeente Almelo. Het Huis van Almelo. En ik heb uiteraard een nieuwe assistent, Sebastiaan. Mijn toekomstige opvolger. En Bastiaan, wat zeg dan? Hartelijk welkom in het nieuwe stadhuis. Juist, dat bedoel ik. Zegt het voort, zegt het voort. Dat is hem. Welkom, dames en heren. Welkom. Heel goed. Zo. Laten zich verrassen. Mooi dat je bent. U mag hallo in de benen, hallo. Almeloers, punt van nature, niet trots. Er is plek zat in deze herberg, er kan al meer bij, hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Ja, komt er maar Almelo hier op, Almelo hier op, gewoon stop! Nee, dat is het verkeerde nummer. Hij gaat stop! Hij trots bent op hoe staat, hoe staat, hoe, hoe gemeente, hoe welkom, gebeurbel. Hij is zelf beurbel. Ik kan mijn markt net zien vandaag, de gemiddelde Almelo heel goede nodig. Het is een heel lang traject geweest hoor. Oorspronkelijk is het eigenlijk begonnen in 2012, 2013 zo ongeveer. Dat toen onderkend is dat de huisvesting zoals we die hadden, dat die onvoldoende veilig was. Dat die niet meer voldeed aan arbo-normen, dat de technische installaties verouderd waren. Het gebouw was op, is toen al geconstateerd. Vervolgens zijn we na gaan denken over en wat moet het dan gaan worden. Toen kwam uiteindelijk in die periode 2004, 2005 ongeveer, 2006, toen kwam ook de ontwikkeling van de nieuwe binnenstad kwam op de rol te staan. En toen is bedacht dat we in die nieuwe binnenstad ook een nieuwe stadhuis zouden gaan bouwen. Daar zijn toen plannen voor ontwikkeld, daar is zelfs een architectenselectie voor geweest. Het bureau Meijer en van Schoten heeft daar toen het winnende ontwerp voor gemaakt. En dat is uiteindelijk, in 2010 is dat gestrand, omdat toen ook de economische omstandigheden wat aan het veranderen waren. De financiële positie die was aan het verslechteren. Toen is het hele binnenstadsplan is van de tafel gegaan, daarmee ook het plan voor het nieuwe stadhuis. Maar daarmee was het probleem niet opgelost. Dus geen nieuwe binnenstad op dat moment, geen nieuw stadhuis. Maar het probleem was er wel en er zou wel een oplossing voor gevonden moeten worden. Daar zijn we toen mee doorgegaan met het zoeken van die oplossing. En toen kwam in 2010 kwam de huidige locatie waar nu het nieuwe stadhuis gebouwd is. Daar kwam een roemruchte plek, hè? Ja, dat was de zogenaamde Fortessa-locatie. Het Fortessa-project dat ging niet door. De projectontwikkelaar die kon onvoldoende zeg maar, zijn vastgoed afzetten. Heeft het plan teruggegeven aan de gemeente. We hebben daarmee ook de grond teruggenomen. En de gemeente had er wel alle belang bij om te voorkomen dat, juist dat perceel, zo'n mooie prominente locatie in de binnenstad, dat dat jarenlang of tientallen jaren nog braak zou blijven liggen. Dus toen is de combinatie gemaakt van we hebben en het probleem van het stadhuis, maar we hebben ook het probleem van wat doen we met die grond. En toen is het idee ontstaan om een nieuw stadhuis, maar dan in een wat soberder variant dan destijds op de markt, om dat op de huidige locatie te gaan bouwen. En wat gaat er nou door u heen als u zegt het huis van de stad?
Nou ja, ik denk dat het een plek is waar onze mensen fijn kunnen werken. En dat werd ook tijd. Het oude stadhuis voldeed echt niet meer aan alle normen met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veiligheid. Dus dat is de ene kant van het verhaal. En ik hoop dat veel mensen hier naartoe komen omdat ze dingen van de gemeente nodig hebben. Maar ook soms omdat er een leuke expositie is of omdat ze graag een raadsvergadering bij willen wonen. Want dat is natuurlijk wel zo. Als je het huis van de stad hebt, hè, dat heeft natuurlijk een welkom voor veel meer dingen. Wat voor zaken zijn hier allemaal te beleven en wat kan hier allemaal? Nou, allemaal. Nou ja, voor een deel hopen we dat te kunnen laten zien in mei als de opening is, zeg maar. Waarbij we ook hopen dat heel veel mensen uit de stad daaraan mee gaan doen. Dames en heren, mag ik u verzoeken wat richting de plattegrond te komen in de vierde op dit gedenkwaardige moment van de dag dat wij het nieuwe stadhuis van Almelo officieel openen. Dank u wel. Dames en heren, wat geweldig dat u er allemaal bent. Vooral de jongens en meisjes die er zijn, heel erg fijn dat jullie hier zijn. Dat is ook heel betekenisvol. Jullie hebben vanmiddag gedebatteerd, dat ook geoefend op school. En vanmiddag aan ons laten zien hoe goed je punten kunt debatteren. Ik hoop op veel gesprekken, veel inbreng vanuit de stad en ga ervan uit dat dit nieuwe gebouw gaat werken als een open podium, een open plek om te debatteren en aan te sluiten. Op die wijze, beste mensen, kunnen we met elkaar blijven bouwen aan het geluk van Almelo. Dan wil ik nu de kinderen vragen om mij te helpen bij de openingshandeling. Als we het doek niet laten zakken maar omhoog trekken, wordt de tekst van artikel 1 van onze grondwet zichtbaar. Voor iedereen die het lezen wil. En ik hoop dat iedereen het lezen wil. Dank u. Vele duizenden bezoekers kwamen over de vloer van het nieuwe stadhuis. Het koor van Katoen en Nu zong wat vermoedelijk veel bezoekers hebben gedacht. Het kost wat, maar dat hij ook wat. Dinsdag was er elke avond een open huis. We nemen u mee op een kleine tour. Hier beneden is nu de musical die wij hier allemaal hadden vorig jaar. Wordt nog gedoet. Er zijn boerendansers, afijn te veel op te noemen. Ik wens u een hele fijne avond. U gaat met de lift zo naar boven. Maar eerst even beneden een beetje kijken. Dus, succes allemaal. Ja, ze hebben op jou gewacht. Ja, ik weet het. Ja, nee, hallo. Goedemiddag. Zo hoort dat, hè? Ja. Laat er nog één moeten. Dus nou zijn er 500. Maar ja, kijk, als we zo in de rij hadden moeten staan, had ik het denk ik niet eens gedaan. Nee, dat had ik niet gedaan. Nee, maar dat kunnen we helemaal niet. En daarom was het zo. Hierboven staan een debatwedstrijd gehouden in de raadzaal. Ik heb ze uit. Ja, maar dat lukt ook zonder dat pakken. Almelo, zij gaat door. Ja, de, die zijn de kloof. En zo doen ze.
is een hele liefstallige dame, dan weet u dat u niet bang moet zijn voor gele kaart. Want deze mooie dame is de rode kaart. En die is scherp. Dus geef deze rode kaart aan de dame dat man. Ik moet zeggen, ik kom zelf niet uit Almelo, maar het is voor mij wel een eer om in het grootste stadhuis van Nederland te mogen optreden. Dat is niet voor iedereen weggelegd. We zijn gisteren begonnen en ik zie eigenlijk wel weer een beetje hetzelfde. Er staat één groep inwoners van Almelo met drie gedachtes. Ik zie hier mensen voor mij staan met een brede grijns en ik mag dit mooie stadhuis gaan bekijken. Ik zie ook mensen voor me staan. Een bult gelden kost. Als uw blauw Almeloos bloed in de aderen kolkt van trots en tevreden. Wie ben je niet zo van pocht? Nee, je pochtenbreur, snoevenbreur. Toch? Wie ben je van snoeven? Nee, pochten, snoeven, maar even in de beter komen, dat is toch niet te veel meute. En waarom zou dat doen? Wie zit net lekker? Dat hier steeds. Dat zijn die mevrouw in dat groene pak door, hè? Zie je dat? Wie zit net lekker? Gewoon door dat vieze pak. Hebben we een extra actrice wie? Ja. Oh, dat moet geld deel weer. Krijg je zo weinig? Geld deel weer. Dat er weinig komt. Maar waarom zo in de meen komen? Ja, omdat ik dat vraag. Ja, kijk, ik doe gewoon heel veel dingen. Sorry dat ik mag even interrumpen. Pien. Het zit net weer. Nog een hele grote letters laten blazen. Maar ja, die liggen allemaal plat, hè? Typisch allemaal. Ik kan niet meer horen wat je in Enschede niet meer hebt. Ik weet wel dat de beste vondje ook weer in Enschede is. De hele grote bekende artiesten zonder kom. Ja, ik moet kijken wat ze het noemen moet doen. Maar het is kriek.
Ja. En dan krijgen ze maaltijd en ze kunnen naar hun therapieën gaan. Er moeten allemaal mensen uit Almelo zijn, hè? Nee, hoeft niet. We hebben nog mensen uit Rijssen, mensen uit Enter, uit Wierden. In het kader van de nieuwe WMO-wet, ja, dat gemeentes dat niet meer vergoeden. Dat klopt, maar tot nu toe mogen de mensen hier nog gewoon blijven komen. Oh. Ja, het is ook dagbehandeling, hè, want er komen ook mensen die via het CZ hier komen. Oh, ja. Dus, wel. Nou, ook al zijn mensen veel minder kracht hebben, of veel moeite hebben om gewoon mes vast te houden. Lekker ruw is dat, dat erop. Ja. Ja. Het is ook soms de smaak en even zoeken. Ja. En ik heb soms ook dan heel weinig trek in dingen. En dan is ook dit. Dit ook zo. Maar ja, ze zijn er dan. Spreekkamers? Ja, ze zijn spreekkamers, ja, waar je... Dit zijn de revalidatieafkamers. Kamers. We hebben hier plekken voor 24 revalidanten. Daarnaast hebben we nog twee logeerkamers op deze etages. Verder bestaat het centrale gebouw uit een brasserie, een kapster, een dagvoorziening. Dienstbehandeling en begeleiding. Hè. Dat is een hele mooie ruimte voor de fysiotherapie, voor de ergotherapie. Er zijn behandelkamers voor artsen, diëtisten, logopedisten, etc. En verder inderdaad zijn er aan de Friesveenseweg twee woonhuizen gebouwd. In die woonhuizen is er plaats voor kleinschalig wonen. 6 bewoners per woning. En daarvan hebben we dan 6 per woongebouw. Je kan ook bedenken dat het bijvoorbeeld van belang is dat mensen die een hersenbloeding hebben gehad, wat meer tijd nodig hebben om te revalideren en daarvoor veel fysiotherapie of ergotherapie of logopedie nodig hebben en nog een aantal weken willen herstellen hier, zodat ze daarna weer naar huis kunnen gaan. Volgende week woensdag en donderdag, dus dat is 3 en 4 juni, zal de verhuizing van al onze bewoners van het oude Egeria naar de nieuwbouw plaatsvinden. Het oude Egeria wordt inderdaad afgebroken en daarna inderdaad worden nog 2 woongebouwen aan de Omarsumsestraat gebouwd. Waar we nu zijn is echt revalidatie. Dat wordt meer op een hotelmatige manier wordt hier zeg maar gewerkt. De woongebouwen, dat is afhankelijk van de doelgroep die er zeg maar zit, welk woonconcept we hanteren. Op dit moment inderdaad zit je bijvoorbeeld met PG's echt kleinschalig wonen. De somatische mensen die hebben straks gewoon echt hun volledige eigen appartement tot hun beschikking. Als de nieuwbouw helemaal klaar is. Leuk, hè? Leuk, ja. Wie wilt hij nou niet? Ja, maar je al zo hem? Zit hij zo goed? Ik vind ze hartstikke mooi. Ik vind ze geweldig. Tussen alle feestelijkheden rond het nieuwe stadhuis werd ook de Waterboulevard officieel geopend. Het project heeft meer dan 9 miljoen euro gekost en dat is grotendeels betaald door de provincie. Het geld was speciaal gereserveerd voor verfraaiing van het gebied rond het nieuwe stadhuis en om het water terug in de stad te krijgen. Commissaris van de Koning, Anke Bijleveld, mocht dan ook de openingshandeling doen. De loop van dit deel van het kanaal is nu weer hersteld zoals het vroeger was, maar de kade ziet er heel anders uit. Met belangrijk verschil ook een nieuw gemeentehuis aan de kade in plaats van een textielfabriek.
En vanmorgen heb ik een rondleiding gehad door het college in het gemeentehuis. Het zei het net al. En ik ben er echt van onder de indruk. En ik vind het ook leuk, Anja Timmer zei dat bij de rondleiding ook, dat er 700, geloof ik, mensen, inwoners van Almelo gisteravond al zijn bezig kijken. En ik hoop van harte, dat is inderdaad veel, vond ik ook. En ik hoop van harte dat er nog een heleboel Almeloers in de komende tijd komen kijken. Ik ben er van onder de indruk, van de 19e verdieping tot aan beneden. En ik vond zelf in ieder geval zal het wel geen gordijnen mogen noemen, weet ik niet zeker. Van Sibiel Heijnen vond ik heel prachtig en ook goed gekozen bij de stijl van het gemeente.